In de serie van Are Praat benen we deze reizen in Hoogwoud. Ja, Hoogwoud, want er wordt ook verlegen mooi West-Fries gesproken. En een van de dames die het wel verlegen goed kent, dat is Ans Klomp. Ik ben toch benieuwd of ze thuis is. Nou, hey, Jij bent hier. Ik heb net al gezegd van we zitten in Hoogwoud. En, ja. Ik denk, we gaan even koppie doen. Nou, gezellig. Kom verder. Ja, de kijkers, de West-Friezen, ik ga ervan uit dat meestal op West-Friezen binnen. Die ben altijd zo nieuwsgierig. Ja. Van wie ben je er eentje? Nou ja, ik ben er eentje van Jaap Wetsteen en Avi Boot. Wetsteen? Ja. En Wetsteen is ja, het hoor. Wetsteen, en, ja. En die kwam van Texel. Oh, is het echt de Texelse naam? Nee, nee. Oh. Alles wat de naam Wetsteen heeft, ja, is familie. Dat is wel familie, ja. Ja. Verder nee. Komt hij nergens voor. Nee, Wetsteen, en mijn vader dacht altijd dat ze uit Zeeland komen was. Hè? Ja. Maar we kunnen het nergens vinden. Nee. Ben je ook Hoogwoud? Nee, ik ben geen Hoogwouder. Oh nee? Nee, ik kom uit Nierup. Nierup? Nou, niet zo bar ver weg, maar nee. Uit Nierup. Oh. We zijn midden in Nierup. En midden in Nierup stond een hele grote boerderij. Ja. En daar ben ik geboren. Die boerderij is er niet meer. Er is nou de Aldi. Oh, daar? Ja, hey. Daar ben ik geboren. En wanneer ben je dit opgekomen, Hoogwoud? Een jaar nadat we trouwd waren. Ja. Want we zijn eerst nog een jaar, dat eerste jaar dat we trouwd waren, hebben we in Hendrik Ido Ambacht woond. Hendrik Ido? Hoe kom jij aan Hendrik Ido Ambacht? Nou. Ja, Jaap die wou in de glastuinbouw. En dit was glastuinbouw, dit was wat te leren. Oh, yeah. Maar ja, wij komen hier natuurlijk ook wel een beetje om, want dat weet ik, jij hebt een hele soort gedichten gemaakt. Hoe ben je aan zucht nou komen? Nou ja, toen ik stopte op school, yeah. Nou, toen viel ik wel even in een gat. Oh ja, oh, yeah. Dus toen denk je van ik ga wel Ja, en toen had Klaas Hemke. Die nam afscheid van toneel. En toen dacht ik, weet je wat, ik speelde altijd met Klaas Hemke samen. Ja, ja, ja. Ik maak een West-Friese ruim voor Klaas Hemke, omdat we ook altijd West-Friese stukken samen speelden. Ja, ja. En nou, dat ruim had ik gemaakt en toen komt Klaas op een zeker ogenblik, Klaas en El kwamen aan. En die zei, als dat ruim, kan je dat niet even veranderen? Want dan kan je het insturen, want Creatief West-Fries, die heeft zo'n rijmenwedstrijd. De ovenskuttel. Op een nacht kon ik niet slijpen. Ik lag te woelen in mijn bed, schijpen tellen en er skeren. Keek op het klokje al te met. Na een uur deed ik het licht aan. En er lag nog een libel dat ik ging mooi liggen lezen. Heel gaar wat van de ruil. In Inen zag ik een recept staan. Ovenskuttel, het leek fijn. Aare ochtend aan de slag gelijk, zoiets is daar net wat voor mij. Smiddags zet ik het groos op tafel en de mannen vragen wat? Een skutteltje met witte bonen, hebben we dat ooit eerder gehad? Nee, zei ik, maar ik kon niet slijpen, dat recept dat vond ik toen. Ik had nog krombekken van guster, dacht ik moest het gelijk maar doen. De mannen hadden pittig honger en de skuttel die ging leeg. En ik dacht toen het schoon op was, dat ik wel een pluimpje kreeg. Maar ze hadden niks te melden. Ik had dat toch aars verwacht. De mannen zeiden enkel leukig. Ik hoop dat je weer slijpt vannacht. Ja, dus jij dacht je kreeg een boogie. Ja. Zou ze dan zeggen. Ja. Maar je kreeg geen boogie nee, van nee, de mannen. Nee, ze vonden het niet lekker. Nee. En die krombekken, ja. Dat was ze hadden liever gewoon eten. Ja, ja, inderdaad, ja. Want dit is ook allemaal echt gebeurd, want het is dan wel eens moeilijk om gedichten te maken dat je denkt, ja, weer, zal ik het nou weer eens over hebben? Ik schrijf toch meestal verhalen die ik hoor
of rijmpjes, verhaaltjes wat ik hoor, wat echt gebeurd is. Ja. Soms bedenk ik wel weer eens wat en een enkel keertje, dan maak ik het, nou ja, je maakt het vanzelf altijd even mooier ja, dan steeds. Ja, ja. Want je bent nou een jaar of 15 bezig, hè? Ja, ja. Ja. En wat je nou op heden schrijft, zie je daar nou een soort vooruitgang of dat je denkt, nou, ik pak het nou helaas aan? Nou, ik heb vanzelf heel veel geleerd van Nel van Laren, hè? Ja, ja. Nel die zei altijd, schrijven is krap, hè? Ja. Dat je moet het proberen met zo weinig mogelijk woorden te vertellen. Ja. En dat is ja. altijd heel moeilijk. Ja. Ja. Eerst was het veel uitgebreider. Ja, ja, je moet je dan was het altijd ja. Twee kantjes. Ja, ja. Ja, ja. Rijmen. Ja. En wat is nou de les die je, want je hebt er hier... Nou, dus heb ik pas geschreven. Nou, nou, die dat, dat verhaal vertelde mijn zwager en die is bij de politie geweest. Oh ja. Nieuwsgierige Pinken heet het. Het was heel verdacht. Er was op een nacht een boef en die was op de vlucht. De politie die zocht, maar dat hadden ze docht. Dat zoeken werd echt de klucht, want tot hullie verdriet, ze vonden hem niet. Die boef nam ze mooi in de boot. Wat was nou het geval? Hij lag in de wal, zo half met zijn binnen in slot. Toen kwam er een boer en die zei, het is geen toer. Kijk maar eens goed naar die Pinken. Het is makkelijk, want alle gaan kijken ze naar die kant. Waarmee ze de boef toen verlinkte. Nou, hé, hey, ja, leuke vondst. Ja, ja. Ja. Goh, ja, als ik wou je, nou in ieder geval verlegen bedanken namens alle kijkers. Nou, graag dat, gedaan. Mooi van een kopje zeten. Ik heb weer eens wat hoort voor jou. En voor alle kijkers kan ik wel zeggen, blijf kijken, want je weet niet wat je ziet.